avond, wanneer je deze video ook kijkt. En welkom bij een shoprondje. En niet zomaar één, maar één bij mijn favoriete winkel op de hele wereld. The Action. Je kan mij veel zeggen, maar niet dat jij het af en toe ook niet heerlijk vindt om even door die Action te struinen en te neuzen. Dus dat is precies wat we vandaag gaan doen. Ik ga je meenemen. Ik ga je laten zien wat er allemaal in de schappen ligt. En daarbij beperk ik mezelf met een bestedingsbudget van max 30 euro. Omdat ik anders gewoon alleen maar ga spenden en alles in dat mandje ga gooien. Want ik word er altijd hebberig. Maar voordat ik blijf raten, let's go. Ja, even eerlijk. Je kunt niet normaal naar de Action gaan zonder een cent uit te geven. Dat werkt gewoon niet zo in die winkel. Ik ging naar de Action in Wolvenga. Een hele mooie en een hele grote. En vooral ook een nette Action. En dit waren de weekdeals. Een vloerkleed, maar ook een leuk metalen side table voor 25 euro. En in het DIY-schap vond ik toch zoveel leuke dingen. Waaronder deze hout brandset. Ja, als je creatief bent, dan vind je dit soort dingen leuk, denk ik. En dit kleine krijtbordje. Ik dacht, oh, dat is misschien nog wel leuk voor de jongens. Kunnen ze een beetje krijt en het weer uitvegen op een regenachtige dag. En dit crêpepapier bloemen maken. Hoe leuk! Ja, zoals jullie weten ben ik een fanatiek DIY'er. Of nou ja, ik vind het leuk om creatieve dingen te doen. Dus ik vond deze boeken waarin je leert tekenen. Dit was echt gericht op interieur. Dus hoe teken je een bank, hoe teken je een stoel. Vond ik heel erg geinig. En ze hadden ook een fashion variant. Die was meer gericht op het tekenen van kleding, maar ook op het tekenen van mensen. Ik dacht ook leuk voor jonge meiden. Ja, leuke zomervakantie invulling. Een leuke zomeractiviteit. Misschien een georganiseerd de meid willen zijn, dan hadden ze ook deze leuke stickers voor in de agenda met to-do en dat soort teksten. €1,49 voor de stickers. Deze flessen of rietjesbekers heb ik nog niet eerder gezien. Helemaal aesthetically pleasing qua kleurtjes en ook niet duur. €1,79. Ja, en moeders met dochters, haal dit op. Hiermee kun je van die strassteentjes overal op bevestigen. Ik denk, koop een tas bij de kringloop en maak er iets gezelligs van met zo'n DIY kit. Deze kratjes vond ik ook heel geinig. Alleen de blauwe lagen er nog. Achterin het schap lagen ook nog lila en groen. Dus ik verwacht dat die grote kratten er ook in meerdere kleuren zijn geweest. Maar hier waren ze al uitverkocht. Dit was een soort van rollende stempelset. Ook allerlei verschillende varianten. En toen kreeg ik flashbacks naar vroeger. Glitterpennen. Hoe leuk. Die hadden wij in de 90's natuurlijk ook. En dan langs de stelling met alle notitieblokjes. Ja, ik word hier altijd heel hebberig van, maar ik hoef het niet. Want wat moet je met al die boekjes? Maar goed, ik dacht wel leuk om jou te laten zien. Want ook dit vond ik helemaal 90's vibes. Van die fluffy boekjes. Nou, ik vond die met die kersen echt het leukst. Maar ze hadden dus drie varianten. Ik dacht, leuk voor jonge meiden die graag met dit soort kantoorartikelen bezig zijn. Dit vond ik ook heel schattig. En toen zag ik dit. Dit is dus voor in de, niet voor in een magnetron, nee, om mee te nemen naar je werk. Twee compartimenten waar je dan eten in kan doen. Zie je natuurlijk veel voor yoghurt, maar dit was echt voor meer voor avondeten, zeg maar. Ik dacht, hé, dat is een leuke tip. Oh ja, en er zat dus ook al mes en vork bij in, dus je kunt ook gewoon meteen uit het bakkie eten. Nou, toen liep ik nog even langs de prullenbakkies en toen zag ik van die hele leuke zeepdispensers, gezellig naast de wasbak en ze hadden erbij passende tandenborstelhouders bij. Ja, ik ben nu net al drie keer over dat woord gestruikeld, dus ik moet het even rustig en kalm uitspreken. Een wafelijzer en een suikerspinmachine. Ja, werd ik ook hebberig van. Maar ik denk, ja, heb ik weer zo'n apparaat waar ik geen plek voor heb. Dus ik heb hem laten liggen. En dit heb ik niet meegenomen. Maar ik vind het eigenlijk nog steeds jammer. Maar ik wil een beetje voorzichtig aandoen met allerlei items al kopen voor de nieuwe keuken. Maar deze witte ovenschalen vond ik heel erg mooi. Vooral die met die ribbeltjes. Maar deze variant was er ook. Daar lag er nog maar één van. Dus die is blijkbaar meer populair. Dus ook een ovenschaal met twee compartimenten. Zeg je dat zo? Dit dus. Waarvoor zou je dat gebruiken? Ik wist het even niet zo goed. Van waarom heb ik twee vakken nodig? Oh ja, en die producten van Staub. Dat ging dus helemaal viral op TikTok. Dat schijnt normaal heel duur te zijn. Maar ook heel erg kwalitatief, heel erg goed. Dus dat is nog een tipje. Nou, helemaal gezellig. Allemaal van die cookie jars. Daaronder deze fantastische Japandi variant. Ik ga hem je zo laten zien. Ja, deze ging ook helemaal viral op TikTok. Ik was verbaasd dat het hier nog stond. Want in elke Action waar ik kom is het uitverkocht. Dus waarschijnlijk had ik geluk en was de voorraad net aangevuld. Heel erg leuk. Dit vond ik een mooie servies set. Lekker minimalistisch, maar wel in die mooie beige kleur. Ze hadden daar dinerborden van, maar ook kommetjes en
volgens mij ook ontbijtbordjes. Ja, ontbijtbordjes en schaaltjes en mokken. Dus je zou echt een compleet servies daarvan kunnen samenstellen. Voor de kids zag ik deze geinige dierenbordjes. Heel erg leuk, maar mijn kids zijn er nog te klein voor. Ja, dit valt kapot. Dat vind ik dan zonde. Maar ook hierbij weer matchende kommetjes. En met de hoge temperaturen van de afgelopen dagen is het natuurlijk belangrijk dat je goed blijft hydrateren. Ik zag deze glazen 1 liter fles. Vond ik heel erg leuk. Het is denk ik de laatste keer dat ik TikTok vaarwel ga zeggen in deze video. Maar deze dubbelwandige theeglazen gingen ook op TikTok helemaal vaarwel. Super leuk. Heel erg aesthetically pleasing natuurlijk. En dit zie ik ook vaak op TikTok voorbij komen. Gezellig bij je koffiecorner kun je je suikerklontjes en zo allemaal helemaal gezellig opzetten. En dit heeft Henny natuurlijk, hè, mijn vriendin in Italië. Zo'n ding in de la om de kruiden te organiseren. €3,99. En op die woontextielafdeling kan ik het nooit zo heel erg goed vinden. Maar ik had vandaag wel een aantal leuke goodies. Waaronder dit vloerkleed. Wel een kleintje, misschien in een hal of zo leuk. En allemaal gebloemde kussens. Niet helemaal mijn vibe, maar ik dacht, op een buitenbank is het nog wel leuk voor een pop of color in je tuin, zeg maar. En toen zag ik deze teddy bench. Fantastisch. €27. Een bijzetbankje. Of ja, een bankje. Geen tafel, een bankje. Superleuk. Geen geld. Ook helemaal Japan die vibes natuurlijk. Net als deze kussenhoes. Vond ik ook nogal geinig. Ik heb natuurlijk sinds kort die Instax camera waar die foto's rechtstreeks uitkomen. Dus ik was ook een beetje op zoek naar iets waarin ik die foto's dan kan doen. Dus zag ik deze lijst, maar ik wist niet helemaal of die foto's misschien te groot waren hiervoor. Maar ik ben op zoek naar een leuk idee om die foto's dus neer te zetten. Als jij nog tips hebt, drop even een comment. Dit vond ik ook nog wel een geinig schilderijtje. Past helemaal bij de kleuren die we nu een beetje in huis hebben, maar niet die we straks in huis hebben. Dus ik heb hem laten staan. Elektronica van de Action. Ik ben altijd een beetje sceptisch. Maar goed, ik zag deze dashcam voor €17,50. Ik vond het niet duur. Maar goed, ik weet niet zo goed wat de kwaliteit ervan is. Maar ik dacht, ik vind het wel geinig om jou te laten zien. En deze vaas. Kijk, nou wat een prachtige vorm. Heel erg leuk. Stond in verschillende kleuren. Net als deze vaas vond ik ook heel erg leuk. Ook in allerlei kleuren. Dit is echt dat bruinige jaren 80, jaren 70 glas, zeg maar. Maar goed, wel heel erg leuk. En het viel me echt op dat er veel meer donkere houten items zijn. Dat mango hout, dat acai hout of zo. Dat zie je echt heel erg veel. Dus 100% weer een interieur trend. Nou, ze hadden daar ook van die geinige schaaltjes van. Dit was een set van 3. Ik wist niet zo goed waarom ik het zou kopen. Want ik dacht, waar gebruik je het nou voor? Je kunt er geen eten in uitserveren, zeg maar. Oh, en dit vond ik ook zo'n leuke tip. Kijk nou, deze teddy spiegeltjes. Het is toch helemaal leuk op de kinderkamer. Ze hadden allerlei kleuren, maten, varianten. Dus dat is echt een goede tip om even voor naar de Action te gaan. En toen zag ik dit, herfst. Nee, ik doe er niet aan mee. Nee. We zitten nog midden in de zomer. Ik ben snel eraan voorbij gelopen. En dit is ook wel een vibe, hè? Je hebt toch echt heel veel mensen die helemaal into de edelstenen en zo zijn. Nou, dan denk ik dat zo'n zoutlampje daar ook heel erg gezellig bij staat. En deze kandelaar was dus ook weer van wat meer donkere hout. Ja, vond ik ook wel weer heel erg gezellig. Maar goed, ik heb het laten staan. Ben je al benieuwd wat ik wel heb meegenomen? Nou, we komen in de buurt bij een aantal aankopen. Ja, er was heel veel Fabulosa. Nieuwe geuren, waaronder deze en deze. Ik vond ze allebei niet lekker. Ja, laat ik maar meteen eerlijk zijn. Ik had niet mijn voorkeur. Hier was ik wel benieuwd naar. Hoe is deze geur, jongens? Want deze fles kon ik niet openmaken van die Dettol. Maar het zag er wel heel gezellig en dus ook heel erg lekker ruikend uit. Gelukkig waren er ook nog zomerstellingen. Daar werd ik heel erg blij van. Waaronder deze ijsblokvormpjes. Ja, in het mini of zo. Ik begreep niet zo goed waarom zou je mini ijsblokvormpjes willen hebben. Omdat dat beter in je vriezer past. Nou, dit waren in ieder geval kanonnen. Dit zijn hele grote. Of kun je hele grote ijsblokken mee maken. Kijk nou, voor de kiddo's kunnen ze iets zaaien. En dan groeit er dus een soort van, oh, hoe heet dit ook alweer? Oh, ik kom niet op het woord. Tuinkers groeit eruit. En dan hebben ze dus een eigen 3D-tuintje. Maar dat is dus helemaal aangekleed in een bepaald thema. Dit was de dino-variant, maar er was ook een boerderij-variant. En er was nog een dierentuin-variant, geloof ik, of zo. Superleuk om met je kids te doen in de zomervakantie. Dus dat is echt een tip. En ik zag dus vorige week een TikTok van een vrouw die de voortent van de camping helemaal modern en hip had aangekleed. Waaronder met deze vloerkleden. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, in de voortent maak je er meteen een gezellig gebeuren van. Voor €5 koop je zo'n kleedje. Helemaal top. En over helemaal top gesproken, afsluitbare bekers. Met een deksel, zelfs het rietje kon je afsluiten. Dus geen wespen in het drinken van je kids. Helemaal top, op het strand, tijdens het buitenspelen, whatever.
Ja, ik ben toch altijd bang dat ze wespen inslikken. Maar goed, ik kan niet de enige moeder zijn die er angst voor heeft. En toen zag ik dit, een opvouwbare waterfles. Ja, ik weet niet. Waarvoor zou je dit gebruiken? Waarvoor is dit handig? Of is dit gewoon leuk? Nou, en Scrub Daddy heeft er een concurrent bij van het Action House merk, denk ik. Allerlei gezellige vormpjes. Drie varianten waren er. Ja, dus met hartjes, sterretjes, weet ik veel. Maar het is echt de Scrub Daddy, de harde spons die zacht wordt zodra die nat wordt. Nou, Scrub Mommy lag er ook. Die heeft een harde en een zachte kant. Heel erg fijn. Maar ook die was alweer gecopycat. Ook van een B-merk lag hij er. Met een aanzienlijk prijsverschil. Dus mocht je een keer zo'n spons willen proberen, dan zou ik zeggen, ga voor de budget variant. Kan je meteen kijken of je het wat vindt. Hele gezellige kinderslippers. Deze met die sterren vond ik heel erg leuk. Nou, voor jongens hadden ze deze print. Vond ik wat hysterisch, minder gezellig. Maar goed, ik dacht, ik laat het je wel even zien. Goed, toen spotte ik deze parels. Dit is toch fantastisch. Kijk nou die ijsjes. Die had ik dus echt direct meegenomen als ik een dochter had gehad. En dit is een knock-off van een duur merk. Die zonnebrandolie. Word je heel erg mooi bruin van. Schijnt. Ik heb het nog niet geprobeerd. Toen spotte ik dit set. Powder met geur. Ja, ik ben geen beauty guru. Ik ga niet proberen het uit te leggen, maar ik dacht, ik laat het je wel zien. En hoe gezellig is dit? Die strassteenen voor rondom je ogen als je een keer een festival hebt. Superleuk. En dit, een stickerboekje met nagelstickers. Leuk voor jonge meiden. En als je zelf dan denkt, ik wil een keer fancy nagels, ook daarin allerlei leuke varianten. En als je team nagellak bent, kun je ook bij de Action terecht. Deze pastelkleurtjes vond ik ook heel erg zomers en gezellig. Toen liep ik langs de stelling met al die make-up organizers. Maar ook die lampen en die spiegels. En ja, is dat wat, jongens? Die lampen van de Action. Heeft iemand daar ervaring mee? Het ziet er altijd heel cool uit. Maar ik denk altijd, ja, werkt het nou ook echt? Of moet je dat gewoon wat duurder aanschaffen? Wat ik zeg, ik ben altijd een beetje terughoudend als het aankomt op elektronica van de Action. Toen stond er van het merk Guess al die lekkere body sprays. Vond ik heel cool dat ze gewoon merkspullen hebben. En dit was een gezichtsmasker. Zo eentje die je er in zijn geheel dan af kan trekken. Ook in twee hele gezellige verpakkingen. Toen door naar de bruisballen voor in bad. Nou, als je mij nog een cadeautje wil geven en je weet niet wat, geef me zo'n bruisbal. Ik werd er meteen blij van. Ik vind het altijd heerlijk om in bad te gaan. Nou ja, vooral in de winterperiode eigenlijk. Maar heel veel leuke varianten. En dit gaat ook viral op TikTok. Hè, ik zou het niet meer zeggen. Maar die zelfbruiners van de Action schijnen heel goed te zijn. Ik heb er geen ervaring mee. Als jij er wel ervaring mee hebt, wil je dat dan laten weten in de comments. Want ik twijfelde echt heel erg sterk om het wel of niet mee te nemen. Nou, pleisters voor kinderen. Volgens mij kun je er niet genoeg van hebben. Althans, hier als het maar een beetje bloed is, dan moet er meteen een pleister op. Dus deze waren heel erg vrolijk en gezellig. Toen ik de pleisters aan het filmen was, kwam er iemand naar me toe en die zei, jij bent toch fam? Ik zei, ja, ik kijk de vlogs op YouTube, zei ze. En toen hebben we even helemaal leuk gekletst. Superleuk dat je naar me toe kwam en me aansprak. Hé, hey, dit is trouwens echt een gouden tip voor iedereen. Deze bamboe rompers van de Action zijn fantastisch. Ik gebruik echt 0,0 stylingapparaten voor mijn haar, behalve een föhn. Maar ik dacht, laat het jou wel zien. En ik kreeg wederom 90s vibes bij deze wafeltang voor in je haar. Heel lang niet gezien, heel grappig om te zien. En dit, kijk nou, van die gezellige ding. Als je dan toch naar dat festival gaat, hang dan een paar van die gezellige ringetjes in je haar. Toen liep ik nog langs de afdeling met tafelkleden en toen zag ik deze en toen dacht ik, ja, 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 heel erg leuk en nieuw volgens mij, want ik heb ze nog niet eerder gezien. Ze hadden twee varianten voor €9,95. Ik zag ook een leren tafelloper en toen dacht ik, waarom zou je een leren tafelloper willen hebben? Ik weet het niet, ik hoef het niet, maar goed, misschien zeg jij, ja, moet ik hebben, dan moet je bij Action zijn. En dan het pad wat ik liefst wil mijden als ik met mijn kinderen in de Action ben, maar helaas, ik kan er ook niet omheen. Ze willen er altijd naartoe. Maar het geeft ook altijd discussie omdat ze iets mee willen. Dus vandaag was ik alleen op pad en kon ik jou in alle rust even allerlei leuke speelgoed items laten zien die ik spotte in de schappen. Zoals dit houten keukenspeelgoed voor in een kinderkeukentje. Kijk nou die mixer. Dit is toch te cute. Mijn moeder had voor beide jongens een goodiebag gemaakt voor op vakantie. En daar had ze onder andere een soort schietdingen bij gedaan. Deze Flying Blasters. Nou, die jongens vinden dit dus helemaal fantastisch. Voor €1,49 echt een dikke tip. En dit soort visspelletjes slaan hier thuis ook altijd goed aan. Ze hadden een unicorn variant en een dino variant. Dus voor ieder wat wils. En een heleboel Play-Doh. Nou, dit is natuurlijk echt Nout zijn favoriet. Dus ik was wederom blij dat ik hem niet bij me had. Allerlei varianten. Oh, en dit zijn meer educatieve spellen. Vond ik ook leuk dat ze dat zo allemaal bij elkaar hadden gezet. Slim ook. Natuurlijk deze gips knutselset die wij onlangs hebben gebruikt om zelf stoepkrijt te maken. En heeft iemand ervaring met deze Ice Maker Penguin? Leek me heel leuk, maar ik denk, hoe werkt het nou eigenlijk? Geen idee. Maar goed, ik dacht, film het even. Misschien weet iemand het in de comments wel. We gingen door naar de verjaardagsversiering.
kijk nou, lampies. Happy birthday lampies. Helemaal gezellig. Ook allemaal van die leuke decoratiesets om bloemen mee te maken. En dit zijn raamstickers. Hoe leuk, had ik nog nooit gezien. Vond ik heel erg geinig. En een pastelkleurige ballonnenslinger. Toen zag ik verschillende varianten van deze ballonnenvleugels. Leuk als je dochter een verjaardag viert. En deze dingen vond ik ook helemaal geinig om de tafel extra mee te versieren. Nou, die chocolade-eieren vallen natuurlijk ook altijd in de smaak. Ze hadden wederom een dino-variant en een unicorn-variant. En deze waren wat groter. Die stonden in het schap erboven alweer. En ik ben dus niet echt een chocolade-eter, maar dit zijn echt mijn favoriete koekjes aller tijden. Dus de volgende keer in de Action neem even zo'n pak mee en proef het even. En fried chicken chippies. Ik dacht, wat moet ik me daar nou weer bij voorstellen? Was ik heel erg benieuwd naar. Net als de Tabasco chips die ik je zo ga laten zien. Oh nee, niet Tabasco. Sriracha chips. Vond ik ook echt heel interessant. Chili flavored. Ze hadden zo... Nou ja, ik heb dus even alle hete chippies gefilmd, zoals je kan zien. Deze honing mosterd pretzels, daar wist ik niet zo goed. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen, dacht ik. Goed, ik heb ze laten staan. Deze tukkies gingen wel mee naar huis, want daar worden mijn jongens altijd heel erg blij van. Ook een heleboel noedels. Maar in zo'n kartonnetje vind ik altijd dat dat ook meteen naar dat karton smaakt. Of ben ik de enige? Nou, al die sausjes, helemaal gezellig als je gaat barbecuen. Allerlei lekkere varianten. Dan heb ik ook nog even heel snel bij het snoepgoed gekeken. En toen zag ik deze gummy fast food mix. Allemaal individueel verpakt. En natuurlijk ook de klassieke hamburgers. Ook in XXL variant. En weer een heleboel gezelligheid. Decoratie dingetjes om je koekjes te versieren. Mocht je met je kleine gaan bakken. Koekjes gaan bakken. Ja, koken. Je kunt het misschien ook wel gebruiken bij het koken. Maar ik weet niet. Ik zou niet per se heel snel door je macaroni gooien. Toen zag ik nog dit drinken. Nou, dit merk verdient echt een 10 voor packaging. Want ik werd er echt meteen door aangesproken. Ik wou weten wat het was. En waar het naar smaakte. Dus ja, dat doen ze goed. Ik zag nog deze ijsjes. En als laatste nog een XXL lolly. Nou jongens, ik ben weer thuis en ik ga je uiteraard laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Te beginnen met die Scrub Daddy knock-off B-merk sponsjes. Ik heb mijn Scrub Daddy zelf vernacheld, omdat ik daarmee op de muur ben gaan boenen met chloor. Vond ik niet zo leuk. Maar ik ben voor deze gegaan. Oeh, hartje en de hexagon. Hexagon? Volgens mij noem je dit een hexagon. Weet niet zeker. Maar goed, deze twee dus. In eerste instantie voelt het precies hetzelfde. Dus ik ben benieuwd of het in gebruik ook zo is. En aangezien we eindelijk zomer hebben. Dit is ook een dupe ergens voor. Hoe heet dit echte spul ook alweer? Ik weet het even niet. Ik ga het even inediten. Maar dit is dus echt een olie om mee te zonnebaden. En hier word je heel erg mooi bruin van. Nou ben ik al redelijk bruin, maar ja, het kan altijd bruinen. Maar wel altijd in combinatie met een SPF. Dit is factor 30. Ik vind dat ik inmiddels wel factor 30 kan hebben. Maar ik begin eigenlijk altijd met factor 50 in het begin van de zomer. Maar goed, wij zijn natuurlijk al naar Italië geweest. En ik heb al een beetje kleur. Dus dan durf ik factor 30 wel aan. De TikTok viral opberg voorraad glazen potten. Ik heb twee keer de grote meegenomen. Wel ook echt mooi dat het van het geribbelde glas is. En ik vond dit dus echt heel erg mooi. Die kleur, dat Asaya hout. Asaya boot. Dus ik kocht twee keer de grote en twee keer de kleine. Maar echt voor de nieuwe keuken. Dus ik ga ze ook meteen in een van de verhuisdozen doen. Want ik ben her en der al kasten aan het leegruimen. En dingen in dozen aan het doen en dingen aan het weggooien. Dus ik ga ze niet gebruiken nu, maar wel in de nieuwe keuken. Onze nieuwe keuken is vrij basic qua kleuren, zeg maar. Dus ik wil gaan werken met houtaccenten in mijn decoratie, zeg maar. Nou is dit natuurlijk en functioneel en staat het heel erg mooi. Ja, ik vond het heel leuk dat ze er nog stonden, want ze zijn overal telkens uitverkocht. Het is natuurlijk als iets warbel gaat, dan is het overal weg. Dus daar heb ik er vier van meegenomen. Ik nam nog dat vouwbare spiegeltje mee. Ik merk als wij op vakantie gaan dat ik niet echt een fatsoenlijk spiegeltje heb. Behalve van die hele kleintjes. Dus ik dacht, deze is echt handig als we op reis gaan. Ja, zeker als je een badkamer moet delen is het gewoon niet echt handig als ik me wil opmaken en ik kan niet bij een spiegel. Dus die nam ik mee. Een volgende item was een beetje een splurge. Want 7,95 voor een bodyspray bij Action is natuurlijk wel aan de prijs. Dat zijn geen Action prijzen. Maar deze is van Guess. En ik rook hem. Oh, ja. Dit ruikt zo gigantisch lekker. En ik hou echt van bodysprays. En ik had de mijne van Rituals nu net op. Dus ik dacht, ik heb
heb niet een nieuwe nodig. Ik wil graag een nieuwe. Dus toen heb ik deze meegenomen in de geur Sunkissed Flirtation. Nou, ik snap die naam snap ik wel. Het is, ja, het is zoetig, het is fris. En ik vond natuurlijk ook de hele aesthetics weer leuk. Moet je kijken, die mooie verpakking met die sinaasappelen. Ja, ik was verkocht, dus ik dacht 7,95, ik gun het mezelf. Ik nam ook de Gummy Fast Food XXL mee. Omdat ik dacht, ze zijn allemaal individueel verpakt. Dus dat is handig als we gaan varen, zeg maar. Of als we ergens naartoe gaan. Het zijn allemaal verschillende snoepjes. Nou, ik weet nu al dat die jongens hier heel erg blij van gaan worden. Maar vooral het individuele verpakking. Jee, maar anders kom je even slecht uit je woorden. Vond ik heel praktisch. Ook wel geinig. Kijk, een pizza en een hotdog. Echt fastfood, zeg maar. En als je deze saus van de Action niet kent, is dat ook echt weer proberen waard. Dit is een beetje een neppe variant van Joppie saus. Ja, heel lekker. Ik had het laatst bij mijn ouders weer een keer. Toen dacht ik, oh, de volgende keer bij de Action moet ik er weer een meenemen. Want ik heb het niet meer in huis. Ja, ik vind dit echt lekker bij patatje, lekker bij, nou vooral bij een patatje eigenlijk, maar bij, oh, bij een gehaktbal vind ik dit ook lekker. Hier ben ik al aan begonnen, maar dit zijn oprecht de lekkerste koekjes die er bestaan. En ik zag sriracha chips. Ja, ik ben natuurlijk gek op alles wat pittig is, dus die gaan we even samen taste testen. Oh ja, het ruikt echt naar sriracha als je de zak open doet. Het is zeg maar zo'n nibbit-achtig ding. Lijkt wel slof. Oh nee, slof is ook drens. Ik weet niet een ander woord voor slof. Maar goed, hier in de omgeving zeggen we dus als chips bijvoorbeeld niet luchtdicht is afgesloten en het is dus niet meer zo knapperig, dat het slof is. En ik weet dat het drens is, maar dat is het woord dat ik ervoor ken. Maar nu snap jij het ook. Dit is sriracha. Ja, het smaakt naar sriracha, maar het is alles behalve pittig. Ik ben lekker, maar nee, ik zou het niet meer halen. Ja, fried chicken chips. Moet ik natuurlijk ook proberen. Wow, dat ruikt echt naar chicken wings. Lekker, prima chippy. Maar wat hier nou fried chicken aan is, dat weet ik dan niet. Maar ik moet zeggen, al die chips van Chio, vind ik altijd wel lekker. Action heeft ook van die kaas hashtags, ook van Chio. Die vinden mijn kinderen heel lekker. Maar dit is prima. Ik blijf erin eten, dus ik vind het eigenlijk best wel heel lekker. Voor de jongens nam ik nog pleisters mee, dino pleisters. Had ik ook nog niet eerder gezien bij Action. Moet ik zeggen, ik was ook echt een hele grote Action vandaag. En ik kwam een abonnee tegen. Superleuk dat je hoi kwam zeggen. En sorry als ik ongemakkelijk deed of was. Ik wist even niet zo goed. Of ik weet nooit zo heel erg goed hoe ik me in zo'n situatie moet opstellen. Maar ik vind het heel leuk dat mensen hoi zeggen. Maar ik ben ook altijd een beetje, oh ja, mensen kijken mijn video's. Dat gevoel, zeg maar. Maar heel leuk dat je hoi kwam zeggen en heel leuk om je te ontmoeten. Ik nam ook nog mee deze Tuck in Sour Cream. Die jongens zijn er ineens obsessed met alle chips die Sour Cream smaak heeft. Dus ik dacht, hé, ik zag ze liggen. Lekker, Tuckie, altijd goed. Dit heb ik in de auto al opengemaakt, de lemonade. Omdat ik natuurlijk onlangs in mijn zomerreceptenvideo zelf lemonade heb gemaakt. Ik vond dit niet lekker. Nee, dit is echt, het is heel erg lemony. Heel erg citroenachtig. En ik zag dit nog. Sour Blue Raspberry Soda van Warheads. Ik dacht, ja, dit is een taste test waard. Oh, het is blauw. It's very blue. Nee, niet mijn ding. Oeh, helemaal niet mijn ding. Het is inderdaad zuur, maar goed, dat daar staat er ook op. Dus in principe is dat logisch. Ja, verder smaakt het inderdaad naar chemische bessen. Nee, zou ik niet meer raden. Goed jongens, dat was het. Jullie willen natuurlijk weten wat ik heb uitgegeven, want ik had geld doel. Ik heb me mogelijkerwijs niet helemaal aan mijn budget kunnen houden. Maar dit is de boosdoener. Die heb ik mezelf gewoon gegund. Don't judge me. Kom niet voor me. Ik was €38,52 kwijt. Op zich niet heel veel spullen voor dat geld. Maar wel spullen die ik allemaal heel erg leuk vond om te kopen. En aangezien ik het leuk vond om dit te kopen, te filmen, te maken. En jij hopelijk om te kijken. Wil ik je vragen om een duimpje omhoog te doen. En even in een reactie je favoriete item te noemen die jij vandaag in de video hebt gezien. En waarvoor jij naar de Action gaat rennen. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zie je graag de volgende video weer.